Mensen hebben thuis een konijn, waarvan de partner bijvoorbeeld is overleden, of hebben ergens een konijntje alleen gekocht en hebben gelezen dat konijnen niet alleen horen. En die koppelen we aan een konijn van ons. Ik vind dat er nog heel veel te halen is qua dierenwelzijn. En dat heeft dus vooral te maken met dat koppelen, al die konijntjes alleen in de hokken. Ik vind dat dat moet veranderen. Dit is Geer. En die samen met zijn broertje kwam die binnen. En die heet uiteraard Goor. En Goor is net uitgeplaatst. Wij koppelen eigenlijk alleen maar mannetjes en vrouwtjes aan elkaar. Onze mannetjes zijn altijd gecastreerd. En dan zetten we ze bij elkaar in een rennetje met iets ertussen. En dan kijken of dat goed gaat. En als het goed gaat, dan verplaatsen we ze naar een van onze speelrennen. En daar kunnen ze verder aan elkaar wennen. Ja, het ultieme zou zijn dat alle konijnen gekoppeld los in een tuin huppelen. Dat zou wel heel geweldig zijn.